Welkom bij Maximum Motorcycle Channel. Vandaag zijn we hier bij Royal Enfield met een Meteor 350 bij onze dealer Jarno Motors. Dus prachtige nieuwe locatie ook. Nu, een motto die dan niet direct eerst in mijn idee zou komen, maar ik heb er al eens even een klein toertje mee kunnen doen. Ja, je verschiet er enorm van. Het is geen power cruiser, 350 cc, 1 cilinderken, 20 pk en 30 newton koppel. Maar wat dat er allemaal, want ook de prijs, mannetjes, 4,5, 4500 euro voor dat machine. En je moet een keer kijken wat er allemaal op zit. Dus heel mooi uitgevoerd. Voor te beginnen al. Goeie remmen, ABS. Met een boksken. Schermke van voor. Old school styling. Retro, hè? Alles heel goed zichtbaar. Heel toe shifterken. En wat ik persoonlijk mega vind, er zit zelfs een GPS-je ingebouwd. Dat je dus gratis via Google kunt doen, dat is toch ongelooflijk, hè? Gear indicatorken, benzinemeterken. Het topt wel op een 130 per uur, dat is echt wel de limiet, hè? Maar ja, voor 4,5 mannetjes. 4,5 lak, fantastisch schoon afgewerkt. Oldschool van systemen, hè? Daar allemaal niet van, hè? Maar berengoed bloksken. Straks gaan we ermee rijden, dan gaat alles nog duidelijker worden. Je kunt wel niet veel instellen, hè? Het is, maar kijk, hiermee kunnen we het allemaal zo wel regelen. Maar zit dat gewoon staan? Dat is eenvoud, maar kijk, zelfs in die lakken zit een schone fleek in. Ze verkopen als zoete brokers en dat je wel een reden. Voor mij in de stad rond te cruisen en mee naar het werk te rijden en voor ontspannen ritjes te gaan doen, je gaat echt veel genot hebben. Als je naar alle kleine puntjes kijkt, kun je eigenlijk nergens iets op aanmerken, hè. Propere lassingsjes. Alles is proper gedaan. Die detailjes, gripjes ook voor de bijrijder. Ja. Schone velgjes. Propere chromee. Was, hij komt van India, maar in mijn stadie zeker niet, hè. Ook met de Europese normen tegenwoordig. Slechte motto's komen hier gewoon niet meer, hè. Maar ik zeg het, zelfs die middenbok, jongens, het zit er allemaal op, hè. En dat voor 4,5. Ja, dat is heel wat motto voor dat geld, hè. Maar kijk, we gaan opstappen. We gaan er een ritje mee maken. Dan kunnen we zodoende een betere indruk geven. Goed, jongens, opstappen. Zo, we kunnen vertrekken. Gaan we ook eventjes met een gebruik maken voor de cold start. Het starten is hier trouwens, met links gewoon. Staat in neutraal, dus. Kijk, je zou denken dat dat carbuken is, maar het is een injectie. Gewoon roffelken, vrij vol geluidje, zeker voor een 1 cilinderken met zijn 20 pk.
voelde hem goed schakelen. Dat is mooi direct. Maar je voelt direct dat dat motoken is ervan te genieten. Ik ben nu zelf 1,83 meter, rond de 125 kilo. Ik weet het, ik ben te dik. Maar zelfs ik zit nog goed op dat motoken. Heel zacht koppelingsje. Goeie remmetjes. Neutraal, heel gemakkelijk te vinden. Ik hoor dat moest niet draaien, het is een hele stille. Maar toch zit er zo'n schoon roffelgeluidje in. Houding is echt heel goed. Even opzij voor de ambulance. Hij voelt heel licht aan. Ik dacht rond de 190 kilo. We gaan de specs er even bij pakken. Kijk, je vindt echt alles wat je moet weten, vind je dat meterje terug. Hè. Uw hoek van uw benen is zo wat licht kruisig, maar eigenlijk meer midcontrol. Stuur is echt ideaal van breedte. En oppak voor wat dat het is, is ook heel goed. Hè. 20 pk, 27 newton koppel. Dat zijn de wonderen niet, maar wat dat één cilinder produceert. Goed soundje, rijgoed. Voor iemand die dat terug in de motoscene een beetje wilt aan de bak geraken, ik zou het zo zeggen. Die dat er terug mee wilt beginnen of die dat wilt leren rijden. Gezit laag. Maar comfortabel, je hebt een schone rugsteun, kun je iemand meepakken, kun je genieten van ritjes. Een ideale woon-werkmotto. Autostrade, voor, hij kan het af, hè. Maar ik zou er toch geen immense lange ritten op autostrade mee doen. Ik zou hem eerder gebruiken voor... Zo de 90 per uur baan. Ik denk dat hij daar eigenlijk het beste voor geschikt is. Betrouwbaarheid is in ieder geval heel goed. En optrekken, ja. En beweeglijkheid zit zeker goed, hè. Dat is eigenlijk echt wel vlotter dan dat je zou vermoeden. De persoon die dan voor zo'n motto kiest, die wil genieten van zijn rit. Die zegt, ik wil vlotjes een bochtje kunnen pakken, maar ik ben geen liggersman. Ik wil op mijn gemak kunnen genieten. En dan kom je eigenlijk wel inderdaad bij de Meteor terecht. Hè. Ik denk, in dat segment moeilijk te verslagen. Als je voor de retro look zit en je wil iets samen dat goed rijdt, denk dat er weinig concurrentie is. Je hebt dan ook de grotere broers ook nog, bijvoorbeeld de 650. Dus als je meer vermogen wilt, kun je daar altijd eens naar proberen. Maar ik moet zeggen, echt verbazingwekkend goed.
We gaan ons hier even draaien. Je gaat ook merken dat door je stuurslag dat je eigenlijk wel veel kunt. En hoe dat alles heel gecontroleerd eigenlijk gebeurt. Hoe dat je controle kunt houden via de achterrem. Ja. Een heel zacht machineke. Draai gelijk een naaimachineke. Ja. Erg verrassend goed. Zeker vlot genoeg mee met het verkeer. Dus als je voor dit segment eigenlijk kiest, dan zit je gewoon goed, hè. Ik zeg, het comfort is enorm. Je kunt er koffertjes op krijgen, je kunt... Nee. Je kunt veel. Als je erop zit ook, hè, geniet dat gevoel dat je bij sommige anderen hebt. Van oké, ik zit hier precies op een 125 en eigenlijk wil ik hier toch ietsje van motto. Dat en met deze niet. Dat vind ik een dikke chapeau voor Royal Enfield eigenlijk wel. Zo. Jarno had me er al voor gewaarschuwd, van je gaat er eigenlijk van verschieten. Het is zeker hot en dat heeft een reden. Ik had eerst zoiets van, ja, dat één cilinder, nee, wat gaat dat hier serveren? Maar ik ben inderdaad onder de indruk. Je mag niet vergeten wat aan het is, daar niet van. Maar voor een 350cc, één cilinder, lucht en olie gekoeld, voor die prijs. Nou, ik kan mij heel erg goed inbeelden dat er veel mensen zijn die dat een ideaal motto kunnen vinden. Kijk, als je nu gewoon ziet, we zijn hier een typisch Belgisch, ja, verkeer eigenlijk. Je kunt jij vlot meerijden met alles. Zit jij ontspannen rond te cruisen. Met één handje op het gemak. Je voelt je terug gelijk of vroeger op een motto. Zonder 150 toeters en bellen en veiligheidssystemen. En... Oké, er zit ABS op. Hè. Maar... Dat is toch echt maf. Alles simpel, proper gedaan. Is niks kunnen gezegd van, dat is rommel. Goeie kwaliteit en alles. Service. Kijk, gewoon op het gemakje meecruisen met het verkeer. Genieten van de omgeving. Ja, dat lukt hier zeker mee. Je kunt overal vlot met mee. Is zeker krachtig genoeg ervoor. In alle manoeuvres zou ik nu wel niet te veel van verwachten. Het blijft wat dat het is, maar heel goed motten overal. Ik raak er niet goed aan uit dat ze voor dag geldt. Dit kunnen samenstellen. Dus een dikke chapeau. Gaan we kijken of we in het industrieterrein een beetje beter de bewegelijkheid van het motto kunnen laten zien. Wat stuur gelijk een fietsje. Het is echt verschrikkelijk hoe lucht dat alles aanvoelt. Hey.
wanneer is waar mijn rotonde is. Gewoon een turken. Op het gemakje, kijk. Hoe kort dat je ermee kunt. Is toch maf? Hoeveel controle dat je met dat kleine dingetje kunt hebben. Kijk. Hoppa. Het is bekend een lesmotto waar dat je manoeuvres mee kunt gaan doen. Ik wil ze hem hier even pakken, hè, voor een idee te geven. Kijk, dat is toch zot? Hoeveel grondspeling dat je hierop hebt. Ja, zeker en vast geslaagd. Een beetje manoeuvreerwerk ook proberen laten zien. Hoe soepel is dat alles, schat? Hij draait zo zoetjes dat je zou denken, hij gaat stilvallen. Hij kort. Echt maf, hè? La police. Het is geen ene flik dat raar kijkt dat je met deze aan het trein zit, hè? Ik weet het nog eens. Hey, uw stuurslag en door de plaatsing van dat stuur en uw benen en uw armen, kijk, je komt nooit in de weg. Ja? Heel schoon gecontroleerd, motoken. Zwaar onder de indruk. Ik zeg het, neutraal, zo gemakkelijk te vinden. Ik kan hem nog even laten draaien. Goeie stevige veer erop. Heel gemakkelijk voor op zijn middenboek, met je handgreepjes ook. Heel compleet motokken voor zijn geld. Gemakkelijke voetsteunetjes. Grondspeling genoeg. Je kunt er zelfs veel meer uithalen dan wat je zou denken. Hoort dan een keer dat geluidje nu dat hij wat warm staat. Schoon, zacht, roffelken. En echt een leuk soundje. Je hebt een indruk dat het een carbu is. En toch is het injectie. Ja, zeker en vast geslaagd zou ik zeggen. Goed jongens, Maximum Motorcycle Channel out, laders, tot de volgende.